Hey, hallo, welkom in een nieuwe video uh, waarin ik het van je, vandaag eventjes heel snel met jou wil hebben over een vraag die ik uh, reeds meermaals heb gekregen van verschillende klanten en een aantal volgers hier op YouTube. Nu, um, wanneer je pad van een tweelingvlam loopt, dan kom je op een bepaald punt uh, in jouw proces of op jouw reis, of hoe je het ook wil noemen, um, sowieso met twijfel. In het begin ga je gaan twijfelen over wie dat nu echt jouw tweelingblam is, maar zelfs ook al ben je al een tijdje op het pad, en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan mezelf, toen ik al twee jaar in contact was met mijn tweelingblam en eigenlijk op zich geen um, twijfel meer had in instantie, dan kwam er plots iemand anders op mijn pad, waardoor ik volledig terug doorheen die uh, malle molen van twijfel en uh, ongeloof en. Het rationaliseren, het proberen logisch te gaan verklaren van uh, wie wat welke rol speelde in mijn leven en wat ik uiteindelijk moest gaan beslissen volgens wat mijn ziel gekozen had. Nu, ondertussen twee jaar verder, uh, heb ik ook geleerd en heb ik ook gezien dat elke tweelingvlaam op, op een bepaald punt in zijn proces, op die race, op dezelfde tweesprong komt. De twee sprongen waarbij je eigenlijk de keuze moet en mag maken om, ofwel verder het pad te lopen van en als een tweelingvlam met je tweelingvlam, of het pad te lopen als een soulmate. En dan, uh, dat is het moment waarin dat inderdaad iemand op je pad zou komen, waarin je niet per se altijd een uh, onmiddellijke fysieke aantrekking hebt. Het kan er zijn natuurlijk om je een stukje te triggeren en daar naartoe toe te trekken, want anders ga je die keuze niet gedwongen, niet moeten maken. Um, maar het is voornamelijk de keuze van, ga je voor de hogere soulmate? En met hoog bedoel ik voornamelijk iemand die net iets onder jouw energiefrequentie zit. Het is niet volledig helemaal jouw energiefrequentie, want dat is eigenlijk jouw tweelingvlam of je tweelingziel, afhankelijk van welk pad hij loopt. Maar een soulmate die heeft een zodanige frequentie die er eigenlijk heel hard aan nauw aan samenhangt. En daarom resoneer je ook met die persoon. Nu, dat kan zijn natuurlijk dat je op, een bepaald, op dat punt in je leven gaat merken dat er heel veel mensen of meer mensen in je omgeving zijn waarbij je echt die resonantie voelt. Waar je echt voelt van de relatie die we delen, die vriendschap die, die we delen is echt van een ander level dan wat ik gewoon was. Wat ik altijd heb mogen ervaren. En dus het is het logisch dat er meer mensen, hoe hoger je energie bent en hoe verder je op het pad bent van een tweelingblad hoeveel meer mensen dat er ook op je pad gaan komen, waarbij dat je ook nogmaals die, die, die resonantie, die gelijkenis, dat het goed gevoel, dat on, die onvoorwaardelijke liefde kan ervaren. Want onvoorwaardelijke liefde is niet beperkt tot één persoon. Nee, het is onvoorwaardelijk. Dus eigenlijk ten aanzien van alles en iedereen en alles wat hij leeft. Nu, um, als je op dat moment um, inderdaad merkt dat er iemand anders op je pad komt, en je hebt misschien wel de neiging dat er ook fysieke of seksuele aantrekking is, dan is dat een keuze dat je mag maken op dat moment. Afhankelijk van misschien waar je staat in de connectie met je tweelingvlam. Um, maar jij hoeft niet en bent niet verplicht om op het pad van een tweelingvlam te blijven. Dat is een keuze dat je hier hebt. Dat is een vrije wil dat je hebt. Kies je dan het pad die uitgestemd is en uitgeleend is met jouw hoogste pad qua frequentie bedoel ik dan. Of kies je een andere pad. Dat is jouw volledige keuze. Um, <coughs> en Um, wat ik wel merk, is dat de meeste tweelingvlammen die met mij samenwerken, of die ik wel volg uh, op een of andere manier, die um, um, volgen in de zin van ondersteunen. het <laughs> lijkt zo wat stalkachtig. Het is niet zeker niet de bedoeling. Uh, maar dus die uh, mij hun verhaal mee vertellen. Dat bedoel ik. Um, dan merk ik dat ze inderdaad op een bepaald moment... Dus in wat verdwaald geraken in, in het stuk met die um, soulmate, omdat dat voelt oké, okay. dat voelt hetgeen waar we eigenlijk het allemaal het diepste naar verlangen, namelijk dat we die onvoorwaardelijke liefde kunnen ervaren, dat we het gewoon kunnen zien, dat we niet die struggle en die diepste wonden en die schaduwen en die penen moeten aankijken. Dus het is heel normaal, heel menselijk dat we in eerste instantie de neiging hebben de om te zeggen van ja, ff, laat die tweelingvlam of Wanna be tweelingvlam, of misschien is hij zelfs mijn tweelingvlam, hij of zij mijn tweelingvlam niet. Dus ik ga maar kiezen voor die persoon, want dat is veel veiliger. veiliger. Het, is, het voelt veel comfortabeler, het is onmiddellijk beschikbaar. Um, bijvoorbeeld in mijn geval was dat was iemand hier in België woonde, iemand anders. Mijn tweelingvlam woonde in Amerika. Dus er zijn een aantal factoren waardoor dat het gewoon veel gemakkelijker lijkt. Maar als je eerlijk bent met jezelf en echt op zielsniveau gaat gaan voelen, dan ga je voelen. En bij de meeste mensen, zeker als je op het pad van, je, van als tweelingvlam loopt, dat de, de diepgang dat je kan bereiken met een tweelingvlam in een connectie niet te vergelijken is met hetgeen wat mogelijk is bij een soulmate. En inderdaad, met een soulmate kan je een hele mooie toekomst, een hele mooie relatie en een heel mooi leven opbouwen. Maar het is niet wat jouw ziel weet dat mogelijk is en waar je ziel uiteindelijk ook voor hebt ingetekend. Maar opnieuw, het is volledig aan jou. Het is volledig jouw keuze of dat je eventjes van het pad af wilt of voor altijd van het pad af gaat. Het maakt niet uit. Het is jouw pad. Het is jouw leven. Het is jouw keuze. En <coughs> ja, natuurlijk, die tweelingblam die gaat er altijd wel nog uh, blijven aan hangen. Uh, want een tweelingvlam, wanneer het iemand echt, heel, echt een tweelingvlam is, dan ben je zo energetisch verbonden. dat en je, kan, je kan die niet afknippen. Je kan proberen om er niet aan te denken. Je kan proberen om ze uit hun energie wat te bannen. Maar ja, tot op dit moment heb ik nog geen enkele tool gevonden. En van nog niemand gehoord of, of van mijn hits of team doorgekregen. Waarbij dat dat uh, vanuit. Ons mens zijn kan en uh, toegestaan wordt. Waarom? Omdat we als tweelingvlammen zijn wij uh, zo dicht energetisch frequent, dus qua frequentie bij die onvoorwaardelijke liefde worden wij heel gemakkelijk in staat zijn om een kanaal te zijn voor, die hogere, voor dat hogere licht en voor die hogere energieën. En dus wanneer dat die twee krachten, die twee energieën samenkomen, uh, dan ontstaat er een Um, ik, ben, ik ga het proberen te vertalen in, in, in het Nederlands, want dat zijn vooral dingen die ik bespreek met mijn tweeling van mijn Tengels, natuurlijk. Um, maar dan, bestaan, dan ontstaan er astraal gezien eigenlijk soorten vlammen die ge, um, ge, 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 wacht, hè, ge, uh, gecreëerd worden vanuit de, de omwenteling, vanuit de samenspeling, samensmelting van beide energieën. En die beiden samen ontstaan als een soort vulkaanuitbarsting, waardoor dat, dat verspreid wordt naar de wereld en de energetische uh, collectieve energielijnen. Dus die rond de aarde, het kristalline netwerk, zoals je dat misschien beter kent, rond de aarde verbonden zijn. Waardoor de andere zielen, die geen tweelingvlammen zijn, in staat zijn om ook met die energie te gaan verbinden. En dat maakt dan dat uiteindelijk iedereen een high soulmate gaan kunnen aantrekken en vanuit onvoorwaardelijk liefde en licht hun leven gaan kunnen vormgeven. Maar dat is nu het cruciale stuk waardoor dat heel veel tweelingblammen geduwd en gepusht worden. En, en die missie, um, omdat het zijn van hen, het, het aanwezig zijn van hun licht, van hun energie hier op aarde, is van cruciaal belang in de evolutie van de, van, van de aarde. Dus, als jij. <coughs> conclusie van het verhaal, ik ben aan het afweken over andere dingen aan het begin. Mijn excuses, maar ja. Het is waar het moet zijn. Um, maar dus, als jij een tweelingvlam bent, of je twijfelt of een tweelingvlam, het maakt niet uit. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Als je in een soulmate-relatie bent en je bent aan het twijfelen tussen twee personen bijvoorbeeld, of aan twee mogelijke uh, wegen die je kan gaan bewandelen, sta je dezelfde aan de vraag: van, wat is hetgeen dat meest het meeste tot mijn ziel spreekt en wat zal mij de meeste vervulling brengen? Um, dat is ook, ook de dingen die ik leer met de mensen die bij mij in het spiritueel ondernemers traject zitten. Van, het gaat niet over hoe de anderen het doen. Het gaat over hoe dat je voelt diep van binnen in jezelf wie dat je bent, wat dat jouw essentie is, wat dat jouw unieke frequentie is. En om dat neer te gaan zetten en te gaan delen in de wereld. Want dat is hetgeen wat je gaat voeden. Dat is hetgeen wat dat jouw overvloed gaat brengen. Dat is hetgeen wat je vervulling brengt, die liefde brengt, dat licht brengt. Um, en dus ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor degene waar je uiteindelijk dan van dienst voor bent. Dus um, ga niet altijd voor het meest gemakkelijke, het meest voor de hand liggende keuze. Want dat zou misschien wel kunnen betekenen dat je belangrijke kansen uh, misloopt. In die zin dat je door je eigen weerstand, door je eigen overtuigingen... Niet het volle potentieel grijpt van wat dat je ziel hier te brengen heeft, te delen heeft, um, kan betekenen voor andere mensen. Um, dus ook al is het soms lastig, ook al is het uitdagend, geef niet toe en kies niet gewoon voor goed genoeg. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk uh, besloten ben om uit mijn huwelijk met een soulmate te stappen, omdat ik voelde dat er zoveel meer mogelijk was dan het goed genoeg dat in die relatie uh, aanwezig was. En dat hoop ik dat je, of dat jij nu in een relatie bent, of gehuwd bent, of niet met en zonder kinderen, met een bedrijf of wat dat ook maar is, dat je denkt dat je niet uit weg kan of uh, in vast in zit. Er is altijd een andere weg. Er is altijd een alternatief. Er is altijd een deur die open staat. Maar het is aan jou om die kans te nemen en om inderdaad dan die, die keuze te maken, hoe pijnlijk ook, of hoe, hoe angstaanjagend dat het is omdat je niet weet waar het jou gaat brengen. Maar geloof mij, als je keuzes maakt die in lijn liggen met jouw ziel en die goed voelen, die, die wanneer je eraan denkt wat dat de mogelijkheden zullen brengen, wanneer dat die weg weer open ligt, en je hebt daar zo een woe, heel blij gevoel van, dan weet je dat dat hetgene is dat je mag gaan kiezen. En de antwoorden zullen altijd op je pad komen. Niet alles in één keer, dat hoeft ook niet. Maar altijd de eerstvolgende stap. En daar gaat het over. Dat we leren te vertrouwen, dat we leren in die overgave te stappen. En dat we leren ons leven vanuit die goede energie een vorm te geven. Maar dat we begrijpen hoe krachtig en hoe allesomvattend onze eigen energie dus, maar gewoon ook energie in het algemeen is. En dat is hetgeen wat ik elke dag mag ervaren in mijn connectie met mijn tweelingplan. Uh, ook al spreken we elkaar niet elke dag, maar toch elke dag werken wij samen. Um, <tieks> creëren wij nieuwe dingen in het astrale, in het fysieke, hoe je het ook wil noemen. Um, omdat we begrepen hoe belangrijk en hoe krachtig energie is, maar hoe belangrijk het is om die wijsheid en die kennis met mensen en de mensheid collectief te delen. Zo, dat was het voor deze video. Um, ik was een tijdje uit. Door hogere energieën, door uh, nieuwe downloads en wat dan ook. Um, zoals jij weet, deel ik informatievideo's wanneer ik voel dat de tijd ervoor is. Heb je vragen, loop je ergens signaal Wil je iets delen wat je zelf ervaren hebt? Deel het gerust onderaan de video. Of als het te persoonlijk is, stuur mij een mailtje via mijn website www.schoolvooressentiën.be. Of uh, via de website van Universele Vlammen, dat is 690 Vlammen.be. Um, en dan ga ik jou altijd uh, terug uh, antwoorden. Sowieso. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens een fantastische week. Geniet van alle kleine obstakeltjes, want dat zijn de stapstenen naar jouw vrijheid en naar meer luk. Love you. Bye.